Bam, bam, Sam Cooke en What a Wonderful World. En het is zeker een wonderful world. Een wereld waar wij in ieder geval hier in Nederland over het algemeen toch wel vrij veel eten en drinken kunnen kopen. Er is zoveel gekkigheid dat je af en toe niet meer kan kiezen. Maar ja, niet alles is zo ontzettend goed voor je. En daar hebben we het natuurlijk de afgelopen week al heel erg over gehad. Dat bewust eten is toch wel heel erg belangrijk. Maar waar ik heel erg van schrok, is dat we gemiddeld 32 jaar van ons leven op dieet zijn. En dat denk ik niet dat dat. Ja. En ik wil daar toch wel het fijne van weten, want ik schrok daarvan. Dus diëtist Lisbeth Smit Verbrugge van Prima Voeding, die is bij ons in de studio. Hele goedemorgen. Goedemorgen, Isabel. Nou, het ligt op het puntje van mijn tong. Het is toch niet zo dat wij allemaal afzonderlijk 32 jaar van ons leven op dieet zijn? Ik mag toch hopen dat dat een gemiddelde is van de Nederlander? Of? Ja, het is een gemiddelde, maar dat betekent ook dat mensen soms langer op dieet zijn. Nog langer dan 32 jaar. Dus het kan natuurlijk best zijn dat iemand zijn hele leven lang op dieet is. In tegenstelling tot iemand die bijvoorbeeld, dat trekt dat gemiddelde dan weer omhoog. Klopt. Ja. Ik vind het wel lang, 32 jaar. Het is ook lang. Hoe komt dat? Nou, mensen die willen graag makkelijk afvallen, snel resultaat. En daardoor gaan ze op zoek naar allerlei diëten die snel werken, maar eigenlijk heel kort werken. Dus ze gaan niet werken aan gedragsverandering. Maar juist iets makkelijks uit de kast trekken. Shakes of ze volgen het Atkins-dieet. Of een boek een dieetboek. En dat doen ze tijdelijk. Vallen ze weer terug in oude gewoontes. Komen ze weer net zo hard aan. En dan gaan ze naar een paar maanden. Ja. Maar nogmaals, ik moet wel zeggen dat ik dacht daar vroeger wat anders over. Maar tegenwoordig, als je want we gaan het er zo meteen weer over hebben. Mensen die bijvoorbeeld ook heel erg hun best doen. Je denkt dat je gezond bezig bent, geen suikers binnenhaalt en je drinkt iets weg. En dus het is ook heel moeilijk om best wel op te letten van hoeveel calorieën zitten er in iets. En ja, klopt ook. Ga je ons een beetje helpen dan? Ik ga jullie proberen een beetje te helpen. Gelukkig. Ja, ik zie, dat wil ik nog even weten. Ik merk altijd dat, ik heb altijd het idee dat heel veel vrouwen juist heel erg bezig zijn met diëten. Klopt dat? Of is dat eigenlijk een beetje nu gelijk, mannen en vrouwen die bezig zijn met een dieet? Ik denk dat vrouwen eerder allerlei diëten doen. En dat mannen wat makkelijker daarin zijn. Die zeggen gewoon, ik draai nu de knop om. En die doen vaak één dieet. En daar kunnen ze de rest van hun leven mee verder. Ja, of ze doen met hun vrouw mee. En dan zijn ze natuurlijk ook weer langer bezig. Want dan pakken ze een makkelijk dieet. En dan vallen ze weer terug in hun oude gewoontes. Goed, nou, dat is goed om te weten. Hè? Ja, nee, het is wel heel erg makkelijk natuurlijk als je man meewerkt. Er is natuurlijk geen ultieme dieettip. Want als jij die had, dan was je nu multimiljonair. En schreef je 100.000 boeken. Maar wat is nou wel iets waar de beste houvast waar mensen mee kunnen beginnen als we het hebben over diëten? Sowieso kijken van wat zou ik kunnen veranderen in mijn voedingspatroon? En begin met een klein stapje. Ga niet in één keer alles veranderen, maar zeg bijvoorbeeld tegen jezelf, ik wil niet meer snoepen of ik ga minder snoepen. En hou je daar dan aan. En dan kan je de rest later wel aanpakken. Dan kan je zeggen van ik ga meer bewegen of ik ga zorgen dat ik minder vet in mijn voeding krijg. Vind ik een goede tip. Dankjewel. Vind ik een goede tip. Ja, dat vind ik wel heel wat. En zullen we daar zo meteen even mee doorwerken, Paul? Ja, gaan we over doorwerken. En ik vind, als je het ziet, hebben we al die flesjes hier staan. En ik heb ook een paar van die flesjes in huis. Waarschijnlijk ga ik daar straks hele spannende dingen over. Want ik denk dat ik zo gezond bezig ben. Maar dat blijkt dus dan niet zo te zijn. Ja, we gaan je weer een illusie armer maken wat dat betreft. Maar wel voor je eigen bestwil. Straks meer. Ik heb ik ben niet zo heel sentimenteel aangelegd, maar dit is zo'n plaat dat ik toch al. Dochters van Marco Borsato. Bij ons in de studio is Lisbeth Smit Verbrugge van Prima Voeding. En we hebben het over 32 jaar gemiddeld van ons leven zijn we op dieet. Dus de mens, de Nederlander. En dat is best heftig natuurlijk. En we gaan het een beetje hebben hier over van hoe komt dat nou, hoe zit dat nou, waarom is dat nou. Net hebben we al besproken dat een goede dieettip is, begin met kleine stapjes. Begin met één ding weg te laten uit je voeding. Kijk wat bewuster op verpakkingen en dergelijke. Want daar zit ook een heleboel euvel in, hè? Een soort van misleiding. Ah, vruchtensap is gezond, maar... Ja, je hoort natuurlijk, fruit is gezond. Fruit zitten vitamines in, je moet veel fruit eten. Dus mensen denken, vruchtensappen zijn ook gezond. Alleen daar zitten alsnog veel suikers in. Het zijn fruitsuikers, zijn natuurlijke suikers. Maar uiteindelijk word je er alsnog dik van. Want het zijn ook suikers die uiteindelijk, als je er te veel van drinkt, worden opgeslagen als vet. Ja, wat zit dat aan de appelsap? Ik begreep ook dat dat ineens een hele heftige suiker is, toch?
Dat zijn ja, eigenlijk alle sappen hebben even heftige suikers. Maar het staat gelijk nog, want mijn dochtertje die dronk dus appelsap. Daar ben ik echt radicaal mee gestopt, want je kan er net zo goed cola geven, toch? Ja, klopt. Ja, zit dus, bijna evenveel suiker in. Ja, dus dan houden we daar ook gewoon mee op. Dus die is weer lekker aan het water. Even een hele gevoelige vraag. Ik ben een periode in mijn leven ook heel erg bezig geweest met afvallen en calorieën. En ik ben op een gegeven moment resoluut gestopt met calorieën tellen, want ik werd helemaal gek. Ja. Help. Hoeveel calorieën, hoe ga je het beste mee om met calorieën tellen? Ja. Nou, wat ik eigenlijk mensen leer die bij mij komen, is om geen calorieën te tellen. Wel op de verpakkingen te lezen van wat zit er nou eigenlijk in om te kunnen vergelijken wat is het beste om te nemen. Maar om te kijken van welke hoeveelheden kan je nemen. Dus bijvoorbeeld niet de calorieën van boterhammen gaan tellen, maar gewoon 5-6 sneetjes brood per dag eten. Op die manier probeer ik mensen te helpen. Nou, de gemiddelde zijn waarschijnlijk allemaal bekend. Vrouwen ongeveer 2000 calorieën, mannen 2500. Wil je afvallen als je 500 calorieën minder gaat eten, dan val je tussen de 1 en de 2 kilo per maand af. En dat is eigenlijk een prima tempo. Okay. En het gevarieerde eten natuurlijk. Die schijf van 5, ja. Dat is vandaag ineens een enorm ding. Want die zie ik hier ook voorbij komen, ja, in de krant. De schijf van 5. Ik denk dat die een beetje veranderd is. Hè? Want in de jaren 90 zag je natuurlijk heel veel eieren, kaas, melk en dat soort dingen erin zitten. Is dat nu, heeft dat een soort draai gekregen? Ja, we zijn wel weer een beetje teruggevallen op de oude schijf van 5. Hij is in 2006 geloof ik gewijzigd naar degene die er nu is. Alleen wat je meer terugziet, je ziet de kaas er niet meer op staan. Betekent niet dat je geen kaas mag eten, maar dat je het beste 20 of 30 plus kaas kan eten. Dus kaas met minder vet. Okay. En brood? Brood vind ik ook wel zoiets. Is het nou goed of is het nou slecht? Ik weet het niet meer. Nou, je haalt per dag 55% van je energie uit koolhydraten. Koolhydraten zitten in brood, in rijst, in aardappelen, in pasta. Dus dat betekent dat je het wel nodig hebt. Als je dat natuurlijk gaat schrappen in je menu, val je gigantisch snel af. Want je krijgt die 55% nooit aangegeten met andere producten. Alleen, ja, wil jij je hele leven zonder een boterham of zonder een aardappel? Nee. Dus je valt weer terug in je oude gewoontes en dan kom je weer aan. Dus daarom, eet alles, maar met mate. Ja, dat is het hem juist. Nou, weet je, nu ben jij... Ja, ik jij moet het stoppen, zelf gedaan. Ik hou haar hier. Hè. Ik ga de hele uitzending doorpraten met haar. Maar die tijd hebben we helaas niet meer. Dus ja, Lisbeth, ik wil je hartelijk danken voor het komen naar de studio. Er is nog zoveel over te zeggen, hè, over eten en bewust eten. Voor meer info nog op onze site www.omroepwest.nl.